Maar hartelijk welkom deze studiedag over het thema muziek. Muziek is, zoals u denk ik weet, de universele taal van de wereld. Het is niet Engels, dus het is muziek. Muziek spreekt over alle taalbarrières heen. We nemen het ook op, niet omdat ik mezelf zo graag zie staan, maar het is wel erg heel belangrijk, want het thema muziek doen we een beetje aan de hand van de Bijbel, van Genesis tot en met de Heer Jezus, zo'n 4000 jaar en daarna. Gaan we eigenlijk de tijd van de gemeente onderverdelen in de 7 gemeenten van Openbaring 2 en 3. En daar aan de hand daarvan ook de opkomst en de ondergang van muziek bespreken. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Dat eigenlijk het thema ook was de oorsprong van muziek. Die is eigenlijk ter verheerlijking van God, van de God van hemel en aarde, Jezus Christus. En die is eigenlijk altijd gedegenereerd, met uitzondering van de tijd van Salomo en David. De tijd dat eigenlijk het koninkrijk der hemelen onder Israël centraal stond. De kroon van het koninkrijk der hemelen was verbonden met de koning der Joden. En dat toen dat verviel door de afgoderij in de landen rondom, ook de muziek naar beneden ging en die eigenlijk terugkwam bij Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. En die daarna eigenlijk weer verdwenen is, de goede Bijbelse muziek, tot de opkomst van de zuivere schrift, de reformatie, en die wederom naar beneden gegaan is rondom 1900 toen de nieuwe Bijbels opkwamen, eigenlijk de katholieke Bijbels die verantwoordelijk waren voor de donkere middeleeuwen en het heden ten dagen, die muziek niet alleen puur op het vlees is gericht, dat geldt ook voor de moderne christelijke muziek, maar eigenlijk de verheerlijking is van de God van deze wereld, het is demonisch geworden. Het is atonaal, het is, heeft geen structuur en orde en doel meer. En dat zal allemaal wederom veranderen bij de wederkomst van Jezus Christus. En dan zal het 1000-jarig rijk er een toestand zijn, zoals in de tijd van Salomo, dat er koren van honderden mannen zijn om de Heer te loven en te prijzen. Daarvoor was muziek oorspronkelijk ook bedacht. En wij zijn eigenlijk mensen van vlees en bloed die heel gevoelig zijn voor muziek. En iedereen die weet dat. Ik denk dat heel weinig mensen zeggen, muziek doet mij niets. Muziek is gemaakt door de Heer om onze schepper te prijzen. Dat is het oorspronkelijke doel van muziek.